luisteren. We leren smaken helemaal. Want het gaat nu over ons allemaal. En koningin, keizer, zelfs admiraal. Natuurlijk kennen ze de geschiedenis helemaal. De ene doet het werk, de ander wordt rijk. En dat op gang te houden is erg belangrijk. En machthebbers krijgen nooit ongelijk. Zo werkt het nou eenmaal in ons koninkrijk. Daarom bestaat er ook geen superheld. Want de doden en levenden worden daar eens geteld. En verdienen ze er ontzettend veel geld. Aan de vredehandel en een hoop geweld. Ha, een leugentje hier en een leugentje daar. De regering heeft raden voor elkaar. Maar ons privé is voor hun al openbaar. En zonder het te weten, slikken we alles maar. Dus, openheid en eerlijkheid is wat ik daar mis. Het is meer verdelen eerst, als ik me niet vergis. Ontzuigend dromen helpen lijkt dan wel fris. Omdat nu ieder al verslaafd aan de poen is. Uiteindelijk nou eenmaal in de stoel. Praat ze al snel voor hun eigen doel. En die staatsschuld gemaakt door de staat is een rare boel. Dus snap me niet verkeerd en volg wat ik bedoel. Door al die rente maakt de bank een stoelendans. En dat er dan een stoel mist is grote kans. En moet er dan al iets gaan veranderen. Want anders verknallen ze de weer en beginnen bij de anderen. En ook al klagen mensen alle stenen been. De politiek draait er uiteindelijk toch omheen. En hoor nou mensen kijken ze om je heen. De feiten zijn gezet qua ervaringen in het algemeen. We blinken links, maar ons werk blijven doen. Hard werkend voor die extra poen. Omdat je er niets vanaf weet en je tijd zal voldoen. Zo beroven ze uiteindelijk jouw eigen pensioen. Is dat nou niet ontzettend verdacht? Inmiddels zijn de regels weer harder van kracht. De nieuwe wereldorde die deze dingen doen. Om me heen, globalisme, zoals dat noemt. En de media houdt daarom de regering aan de macht. Degene die juist ook de boel verkracht. Want rechts is vaak degene die regeert. Dus het volk wordt systematisch genegeerd. En handel heeft hekel aan de waarheid. Door de politieke agenda van de bitterheid. Dus kies de weg naar die helderheid. En neem de tijd voor elke grote feit. En hey, geeft de bank automatisch poen nog wel dan? Heb ik nog verbinding met het internet? En is de supermarkt morgen open dan? Want voor dit weet is het uit met de pret. En iemand in de wereld hier leeft voor de gein. Omdat God gaf ons het bewustzijn. En hij gaf ons allen het startzijn. Dus hij brengt ons bewust naar de Venuslijn. Het leven kan soms ingewikkeld zijn, maar hier wat tips van de geniale brein. Aardig wat feit komt tevoorschijn, dus doe je huiswerk en besef de scheidslijn. Want sinds dat de poen is, zijn er veel belangen, die te veel van de wereld gaan verlangen. En daaruit komen er weer monopolieplannen, dus weinig in de wereld weet de bal nog te vangen. Natuurlijk dat er vele wegen zijn die naar Rome leidt, en dat er goudmijntjes voor de overheid. Door middel van een krok mafiabeleid, verdient de Vaticaan hier aan de meetvrijheid. En dus knokken we nog voor ons eigendom, maar bepalen ze met hun macht ons heiligdom. In een slim schaakspel naar die rijkdom, en verdraaien ze de wereld volledig. Andersom. En toch, dit is niet zoals het hoort. Want privé is opeens alles geld voort. Dus zolang hun agenda nummer scoort, wordt ons privébehoud zo de grond tegenwoordig. Dus laten we nu maar stoppen met de oorlog en macht. Zo breed mogelijk, zoals het niet verwacht. En laten we het samen doen als één geluid. Dan komen de mensen allen er wel over uit.